Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets moois maken. En ik heb een hele mooie schaal. Een veel aangevraagde video is weer een langwerpig stuk. Nou, die gaan we vandaag maken. Ik heb een prachtige schaal van PTMD, een bold vorm. Ja, dit is echt heel vaak aangevraagd. En vandaag gaan we een romantisch stuk maken. Ik weet dat jullie er gek op zijn. Ik ook. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die dit jaar gaan komen. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. En wil je dit pakket nu zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. En ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Een prachtige schaal van PTMD. En ik doe er altijd voor zekerheid even wat folie in. Want ondanks dat hij wel licht geglazuurd is, houdt het dan even goed water tegen. Hè? Ik had het steekschuim al even vol laten zuigen. De pot is niet heel diep. Dus we gaan even het steekschuim op maat snijden. Als je het dan mooi op hoogte hebt en ook zoals jij het wil, kan je even de rest van het plastic even de weg snijden. En als je dat hebt gedaan, kunnen we gaan beginnen. En we gaan hem mooi compact opsteken met heel veel mooie romantische materiaaltjes. Ook al een beetje wat voorjaarsproducten. Heel erg leuk. Ik gebruik hiervoor verschillende kleuren limonium, ook verschillende kleuren gipskruid. En die steekt er mooi compact in. Ik snij nog eventjes de zijkant van het steekschuim even af, want dan steekt het iets makkelijker weg. Dat doe ik aan beide kanten. En dat steek ik er dus heel compact allemaal in. Dat je mooi die vorm houdt van de boot. En je houdt eigenlijk ook de zijkant van de boot aan. Ik begin met alle fijne materiaaltjes van de limonium en de gipskruid. En dan mag je eigenlijk even mooi verdelen over het stuk.
wat een plaatje. Ja, en dit stuk geldt eenvoud sheet, want je kan er heel veel meer aan toevoegen. Maar dit is toch echt geweldig. Mocht je nou nog kleine stukjes stikschuim zichtbaar hebben, wat ik op dit moment bijna niet heb, kan je nog een klein beetje Tilantia toevoegen. Hele kleine plukjes. Dit vind ik ook altijd heel luxe lijken in het stuk. En mocht je nog kleine gaatjes hebben, kan je die op die manier wegwerken. Echt hele kleine beetjes, niet te veel. Mooi dat romantische en die vorm erin te houden. En die prachtige materialen. Heel erg mooi vind ik dit. Dit is toch echt geweldig. Ja, eenvoud zie je het in het stuk. Je kan echt heel veel extra's toevoegen. Je kan met berengas werken, zuiderwindlelies. Je kan er vormen maken. Maar ik vind in dit stuk eenvoud zie je het. Door het gebruik van de fijne materialen bij elkaar creëer je echt een romantisch stuk. Ja, en deze materialen zijn toch echt prachtig. Kijk dan. Hoe mooi. Er gaat veel materiaal in, maar je zult ook zien dat dit lang mooi blijft. Wil je dit pakket nu zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. En dan hoop ik dat jullie weer net zo enthousiast zijn. Laat me hieronder weten of je ook zo van zulke romantische stukjes houdt. En of je meer van dit soort video's wil zien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zien we de volgende keer weer. Doeg!